Mag eens. Ik denk dat gewoon, lijkt mij wel een goede crème. Het wordt koud, gevoelige huid, dus het zinkt in. Maar het is dus eigenlijk bedoeld voor mensen die last hebben van maskers of die kapjesdragers, weet je wel. Maar dit was een complot, dat je daar allerlei aandoeningen en last van zou krijgen. Het was een complottheorie, toch, zeiden ze. Dus dat is wel heel grappig, dat het gewoon bevestigd wordt in een apotheek. Dat mondkapjes, en het is ook gewoon logisch, maar dat het allerlei gezondheidsaandoeningen en problemen ook op je gezicht en rond dat gebied veroorzaakt. Dat is ook logisch en natuurlijk ook gewoon heel dom om 24 uur per dag. In sommige landen, hè, moest je echt gewoon, zodra je je voordeur uitliep, moest je zo'n ding op. Het is gewoon natuurlijk gewoon gezond verstand dat dat een idioot idee is om met zo'n ding te gaan lopen. Maar mensen deden het en wouden het. Hè. Heel veel mensen wouden het om erbij te horen en nog steeds. Heel veel mensen willen nog steeds die missen, die cultdagen. Je ziet ze toch nog wel eens lopen. Maar ook, ze moesten het. In sommige landen en ook vaak in heel veel gevallen in Nederland, was er geen sprake van een medische uitzondering. Daar kon je niet op beroepen. Hè? Ik bedoel, het is een heel fascistisch en agressief geloof, hè? Cult 19. Dus ik kan me voorstellen, heel veel mensen die last hebben, die deze crème moesten kopen, die hadden gewoon een goede reden om te zeggen, ik kan hem niet dragen vanwege een medische reden. Maar die moesten hem dan toch op en deze crème maar kopen. Ja, het is echt heel zielig. En ja, mensen die meegaan mogen zich echt schamen. Ik bedoel, ja, dat zijn nou de racisten, fascisten, seksisten en xenofoben. Niet de rechtse partijen die juist pleiten voor grondrechten. Overal werken. Ik vraag me nog steeds af wat hiervan te bedoelen. Er staat heel vaak zo'n schotelwagen en ik vraag me gewoon af waarom. Terwijl we het over hebben, we nog een helikopter. Yo, kijk, wel respect naar deze. Ik was even wat Jay Lyon aan het luisteren. Wel respect naar deze kerk met de vredesvlag. Kijk, die snappen het. Kijk je? Dat zijn echte gelovigen. Snap je? Dit ook bij Jumbo. Lijkt wel een reality show of zo. Het was echt niet hoor, Jumbo geitenkamp. Hier nog één. Het is helemaal reality show. Post motherfucking J-Line, ontzettend aan het lijden van de hittestress en de droogte. En ja, elke dag gepakt. En kijk, je hebt een Albert Heijn, een AH en de bakkerij. En weet je, meestal preach ik wel, zeg maar, om het betaalbaar te houden, weet je wel. Kijk, ik doe wat al die rappers doen, maar ik schep niet op over wat ik heb, rijkdom, drinking champagne, weet je wel, zulke dingen, snap je wat ik bedoel? Ik vind ook smakeloze lui, snap je? Ik vind gewoon rotzooi wat die gasten drinken in die VIP's, VIP's of zo, weet je wel. Maar ja, weet je wel, kijk, met gebak, op een gegeven moment ben je gewoon een big boss line. Dus ik ga niet bij de roze koeken in de AA lopen, begrijp je? En je moet ook de ondernemers steunen en de kleine business, niet alleen maar die supermarktketens. En dus ja, weet je, ik eet wel gewoon goede gebak. Kijk, ik ben big boss line, weet je wel. Dus ja man, vandaar, weet je wel. Ik kan met deze politie racen langs me. Mafkezen, stalkers. Gestreden met deze plakband. Maar op een gegeven moment moet je er ook gewoon afstand van doen. Goede apparatuur is geen overbodige luxe. Ze springen van pik naar pik, nu is het op die van 6ix9ine, man. Ik was onbewust 6ix9ine afgelopen 2 jaar hoekmaters in de zeik nam. Kom op, Freddy, motherfuckers! This is that Black Wall Street, that badass Wolverine, that non-trade gangster shit, baby! This is trade.